We gaan kijken bij Outlet Gendringen, de hobby van Berno Ruiken en de staking van WDO-medewerkers. Dit is het WDO-journaal van november 2015. Marco Giese werkt bij Outlet Gendringen. Hij maakt en kijkt spullen na die via internet zijn gekocht, maar weer zijn teruggestuurd. Daarna worden ze weer verkocht via internet. Marco, wat ben je nu aan het repareren? Ik ga die proberen om te kijken hoe ik dat apparaat los moet halen. Dat is elke keer weer verschillend. Je hebt elke keer verschillende apparaten waar je niet dagelijks mee te maken hebt. En toch proberen erachter te komen hoe moet die los, want omdat deze lekt, kan er verschillende oorzaken hebben. En daar probeer ik nu achter te komen. En Marco, krijg je ook wel eens hulp? Ik krijg nog hulp van een collega. En die helpt me voornamelijk met elektrisch spul. Sommige dingen blijf ik even een beetje zitten. Dat begrijp ik niet, zeg maar, in één keer. En dan heb ik hulp via WDO ingeschakeld. Die man die komt nu 2 dagen in de week hier. En die gaat me een aantal dingen uitleggen met elektrisch. Hij wil graag leren om in de toekomst hier ook verder te kunnen. Wat voor apparaten repareer je nog meer allemaal? Je hebt die robotstofzuigers. En we hebben hier nog meer van die koffiemachines. Gewone stofzuigers, zulke dingen. En strijkijzers en al die dingen nog meer. Alles maken we hier. Kun je vertellen waarom jullie hebben gekozen voor de samenwerking met WDO? Toevalligerwijze is een van jullie collega's die komt altijd bij ons aan het tankstation. Ben ik mee aan de praat gekomen met betrekking tot medewerkers WDO, wat ze doen, wie ze zijn. En dat ze eigenlijk nog bedrijven zochten om een samenwerking aan te gaan met de WDO. Nou, van 1 en 1 is 2 geworden. Ja, sinds een half jaar hebben wij iemand van de WDO bij ons in dienst met volle tevredenheid. En hoe doet Marco het tot nu toe? Ja, in het begin was het moeilijk, lastig. Hij was nogal ongeorganiseerd. Maar deed zijn werk wel goed, heel enthousiast. Hij is altijd de eerste. Maar na verloop van tijd is hij steeds meer zichzelf wijs gaan worden. Ook heel veel in de vrije tijd, andere mensen gevraagd. Echt het vak willen leren. Daar was ik heel erg enthousiast over. Dus je kunt wel zeggen dat Marco hier echt op zijn plek zit? Ja, en maar ook met de collega's onderling. Het klikt. Gaat naar volle tevredenheid. Berno Ruiken werkt in hal 3 bij WDO. In zijn vrije tijd is hij druk met zijn hobby: manden en stoelen vlechten. Wat ga je nu doen? De spullen uit water halen. Maar die moeten zoveel tijd weken, anders kun je niks doen. Ja. Dat is niet breekbaar, of niet buitenaan. Oh, oké. Okay. Dus dit heeft al een bepaalde tijd in water liggen. Ja. En dat is echt, dat moet aan ze. Anders kun je het niet gebruiken. Nou, dit is dan de plek waar je op werkt, zeg maar. Ja. Jouw werkstoel, zeg maar. Ik klem hem zo vast. En pak ik er eentje bij. Die schuif ik zo erbij. Want anders kan het niet goed afklemmen. Oké. En Berno, wat voor dingen maak je eigenlijk allemaal naast manden? Wat voor dingen maak je nog meer? Ik doe stoelenmaten en mandjes vlechten en allerlei modellen wat ik zelf in gedachten heb. En daar kun je heel ver in door. Dus je kunt steeds weer ook een nieuwe vorm bedenken of een nieuwe... Ja. En zo blijf je jezelf eigenlijk ook een beetje uitdagen natuurlijk, dat het niet allemaal hetzelfde blijft. Ja. En wat maakt het nou zo leuk? Kun je dat omschrijven? Ja, het is gewoon een hobby wat ik gewoon leuk vind. Het is gewoon een leuke bezigheid om het te doen. Ruim 200 medewerkers van WDO, Hameland en Presikhaaf hebben op woensdag 28 oktober actie gevoerd voor het stadhuis in Doetinchem. Bertus, waarom doe jij mee met de actie?
omdat ik vind dat we een betere CEO moeten hebben. En ik vind dat we staan al zo lang stil. En wordt nou heel erg nijpend in mijn situatie. Ik moet er op een gegeven moment wel keuzes gaan maken. Wil ik een autootje rijden, wil ik een vakantie? Want het kan gewoon niet meer met ons salaris. Bart, wat vind je van de acties? Nou ja, weliswaar zijn wij werkgever, maar wij zijn geen partij bij de onderhandelingen. Het is de VNG die met de bonden onderhandelt over de CAO. Het is erg vervelend dat het zover is gekomen. Mensen zijn vaak al kwetsbaar en door hun beperking. En het liefst gaan ze natuurlijk gewoon aan het werk. Dus dat het zover is gekomen, dat is voor hen volgens mij heel erg vervelend. Dat ze gaan staken geeft ook aan dat ze zich erg veel zorgen maken over hun financiële toekomst. En wij hopen echt dat partijen zo snel mogelijk weer aan tafel gaan en dat er een oplossing komt. U heeft ervoor gekozen om de petitie niet te tekenen. Waarom heeft u deze keuze gemaakt? Nou, in de petitie stonden een aantal dingen waarvan ik dacht, ja, zo is het al niet bij WWDO. We werken anders. Maar wij vinden het wel heel belangrijk om aan te geven dat onze SW-werknemers gewoon als volwaardige werknemers behandeld worden. Dus een CAO, die hoort erbij. Met een structurele loonsverhoging en over werkzekerheid willen wij ook afspraken maken. Dat doen we al. Dus daar zat voor ons niet de pijn. Daar wilden we ook iets over afspreken. Er stonden een aantal andere dingen in de petitie waarvan ik dacht, ja, zo werkt het niet. Ja, en bij loonsverhoging geldt ook, dan moet je als partijen wel samen optrekken. Ruzie maken met de VNG helpt niet, want het Rijk heeft de bezuiniging veroorzaakt. Dus daar willen we dan ook die vraag terugleggen. Rijk, helpt mee met het probleem oplossen. Oké, dankjewel. Dus volgens mij kunnen we met elkaar concluderen dat deze actie geslaagd is, toch? Super, we kunnen. Juich maar even, juich maar even. Vorige maand was er een feest omdat enkele medewerkers 12,5, 25 of 40 jaar in dienst waren. Zij werden tijdens dit feest even goed in het zonnetje gezet. De kerstbingo van de OVW is verzet van 12 december naar 19 december. De bingo begint om 19:30 in het bedrijfsrestaurant van WDO. Weet jij welke collega dit jaar in bijna alle journaals te zien was en weet je ook in welke niet? Uit alle inzendingen wordt een winnaar gekozen. Stuur voor 8 december een mail naar redactie@wdo.nl of geef een briefje af bij de receptie van WDO. Dit was het WDO-journaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.